Hey, wat leuk dat je kijkt naar alweer het derde deel van onze reis in april-mei 2024. We zijn op dit moment onderweg naar het huis wat we gaan bezichtigen. Dat ligt in Noracommun. Dat is ietsjes boven Örebro. En ja, we gaan jullie meenemen. We hebben niet binnengefilmd, want we hadden een één-op-één met de makelaar. Nou, dat is niet echt bevorderlijk. We zijn ook nog met de eigenaar zelf rondgelopen en uiteindelijk. Ja, hebben we besloten om één bod te doen, wat het ons waard was. En ja, we werden eigenlijk direct overboden en uiteindelijk liep de prijs best wel hoog op. Dus we zijn blij dat we er niet mee doorgegaan zijn, anders hadden we natuurlijk een veel te duur huis gekocht. En ja, zoals ik al eerder aangaf, wilden we eerst ons huis verkopen. Hier zie je links het huis. Het is een prachtig, ja, relatief klein huis met een kelder eronder. Uiteindelijk iets van 100 vierkante meter woonoppervlak plus de kelder. Hier een oude schuur die helemaal vernieuwd heeft. Alleen het achterste gedeelte is nog oud, het stenen gedeelte. En ja, we rijden eventjes heen en weer. Hier nog een keer vanaf de andere kant. Het huis heeft zonnepanelen, warmtepomp, een hout systeem om het huis te verwarmen, een gastenverblijf, een carport. Eigenlijk ja, alles erop en eraan. De vraagprijs was volgens mij 2.900.000, ergens in die buurt. En uiteindelijk is het voor 3,5 miljoen volgens mij weggegaan. Nou ja, dat is voor ons te veel en niet een goede plekje. We zijn hier bij Stallbergsgruva. Het is een historische mijn in het dorp Stallberg. In gemeente Ljusnarberg, Örebroland. De mijn werd oorspronkelijk opgericht om de rijke afzettingen van mangaan en ijzererts in de regio te exporteren. Ze was in bedrijf van 1867 tot de sluiting in 1977. Op haar hoogtepunt was de Stallbergsgruva een van de diepste ijzermijnen in Europa, met een diepte van 912 meter in 1950. Het mijncomplex, inclusief de kenmerken betonnen schachtbok, de Gruvlaven, was gebouwd tussen 1920 en 1922. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd deze gecamoufleerd en uitgerust met luchtafweergeschut. Na de oorlog kreeg het zijn oorspronkelijke witte kleur terug. In de jaren 40 tot 50 beleefde Stallberg een aanzienlijke groei met nieuwe woonontwikkelingen en een toestroom aan arbeiders. Tegen het einde van de jaren 70 werd de mijn gesloten en kwam de gemeenschap in economisch verval. In recente jaren is de locatie een nieuw leven ingeblazen als cultureel en artistiek centrum. Sinds 2013 organiseert de mijn diverse culturele evenementen, waaronder kunsttentoonstellingen, uitvoeringen en gemeenschapsbijeenkomsten. Het plaatsje Steldalen zelf is een rijke geschiedenis van mijnbouw en industrie. Het gebied heeft een lange traditie in de mijnbouw en bosbeheer die teruggaat tot het einde van de 18e eeuw. Oorspronkelijk werd er een smelterij opgericht, die begin in de 20e eeuw werd vervangen door een papierfabriek. Een van de belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van Steldalen is het spoorwegongeluk in 1956, waarbij een frontale botsing tussen een motorwagen en een ijzererts-trein 20 mensen het leven kostte. Deze tragische gebeurtenis wordt nog steeds herdacht in de gemeenschap. En in 2006 werd er een monument onthuld ter gelegenheid van de 50-jarige verjaardag van de ramp. Naast zijn industriële verleden beleefde Steldalen in 1876 een opmerkelijke meteorietinslag, een van de weinige gedocumenteerde meteorietinslagen in Zweden in die tijd. Ondanks de historische betekenis heeft Steldalen economische uitdagingen gekend, wat geleid heeft tot de afname van de bevolking en sluiting van veel lokale bedrijven. Vandaag de dag werd het vaak omschreven als een spookstad, met verschillende verlaten gebouwen. En een afgenomen bevolking met een hoogtepunt in het midden van de 20e eeuw. Het is bizar wat er allemaal leeg staat in het dorpje. Ik heb er in een ander stukje van de vlog, niet van deze vlog, maar een andere vlog, heb ik er ook wat meer over verteld. En we rijden er ook nog doorheen. Zit ergens een duif?
Hij erin blijft dat je eruit kan. Zit je wel lekker uit de wind en de zon. Urban exploring. Zeg, wat ga jij hier precies doen? Waar zijn we dan? Een mijn. Oh, een ijzermijn. Van 1072 meter diep. Best een koude trek hier. Ja. Ah. Een beetje spookachtig. Ja, dan moet je erin gaan, maar ja, is zo veilig. Nou, dat was niet plan, ik heb gezag al bij me. Nee. Naar binnen. De liftschacht zitten. Ja, dat is een hele lange. Ik zie daar wel rond. Ja, ze zullen wel iets afgedekt hebben, denk ik. Ik weet niet wat er gebeurt als Jan het helemaal trekt, ik denk niks. Nou, ik zou er niet aan trekken. Bizar, hè?
Ja, we hebben geen lamp, we hebben niks mee. Ja. Bende. Nee, naar binnen. Motor? Ja, een machine. Oh, zo. Hallo. Impressive. Zeker. Kijk dat het de breker is. Toont? Dan geef me dat uit de stopkoker. Ooit kon je helemaal naar het dak klimmen met het laddertje. Eh? Ooit kon je helemaal naar het dak klimmen met het laddertje. Nog hoger. Ja. En een puntje. Zie je dat ijzer daar hangen? Ja. Hangt ook lekker link. Nee, nee. Moet ik wel eens een muisje op de achterbank zitten op de toeiepank. Bizar. En ze hebben het lachgas ook gevonden hier. Ja, ik zie het. Hoi. Is je lekker? Zeker. Haasten. Dat is wel nodig. Hadden we haast dan? Nou, een beetje. Het is wel lekker. Ja, dat zeker. Ik heb zweet. Ja, ik ook. Mijn bril beslaat. Sweet druppels. Ik kan het randje lekker. Zo ploep. Ja.
wel lekker eroverheen hangen. Doei. In je hot tub zitten en dan reetjes bekijken. Verder mensen dan meer. Een koude hot tub, ja, iets te warm. Morgen herkansing. Heerlijk dit. Vind je het lekker? Dat zie je niet op de camera hoor. Je zit achter het beeld. Jazeker vind ik het lekker. Ja, alleen morgen moeten we iets eerder stoppen met een blokje erop gooien. Hij is nu 42. Is een beetje aan de warme kant. Even scherp stellen hoor. Hij zakt ietsjes terug. Ja, voor het mooie moet hij 38 of zo. Ik denk dat 35 ook wel lekker is. Het is natuurlijk buiten iets van 5 of zo. En we hebben bloedheet. We zitten meer op de rand als in het bad, maar dat geeft niet. We zullen alleen ieders leed besparen en alleen de voorkant filmen. Bedankt voor het kijken. Vond je de video leuk? Geef een duimpje omhoog, druk op het belletje om niks te missen en laat een reactie achter. Tot de volgende!